januari met protest tegen kinderverkrachter in Hardenberg die nog steeds vrij rondloopt. Casino verhuist van Zwolse binnenstad naar voetbalstadion. Ook scholen in Overijssel op jacht naar nieuwe studenten. Dames en heren, goedenavond. In het centrum van Hardenberg is vanmiddag geprotesteerd tegen een man die verdacht wordt van kindermisbruik en die nog steeds vrij rondloopt. De man zou een meisje van 6 jaar en zijn eigen minderjarige dochter hebben verkracht. Hij kreeg daarvoor 6 jaar celstraf opgelegd. De verdachte is een hoger beroep gegaan en mag die zaak in vrijheid afwachten. Dat is onacceptabel, vindt de nationalistische groep Voorpost die het protest organiseerde. Het gaat om seksueel misbruik dat onder meer in Hardenberg zou hebben plaatsgevonden. Met pamfletten wordt het winkelend publiek erop geattendeerd dat de verdachte man vrij is. En dat kan niet, zeggen de actievoerders. De verdachte moet de tijd, totdat het hoger beroep begint, doorbrengen in de cel. En dan loopt hij minimaal 8 maanden nog vrij rond. En dan is de kans op een wederom dat hij zich weer vergrijpt aan een jong onschuldig kind, is dan heel erg groot. Ja, maar dan moet de rechter over oordelen, hè? Dat klopt, maar de mensen kunnen wel zo brengen. En bij de rechter, dat het gewoon gevaarlijk is dat deze man rond blijft lopen. De actievoerders vroegen ook aan winkeliers of er een pamflet in de etalage mocht worden opgehangen. En sommigen vonden dat goed. We hadden ook gewoon op de hele wereld moeten ze dat gewoon verbieden, dat soort dingen. Ik ben er gewoon voor dat soort mensen achter slot en grendel zitten. Niet iedereen nam het pamflet mee naar huis, maar toch is er begrip voor de actievoerders. Nou, ik vind het wel een goede actie, want ik vind niet dat een pedofiel rond op straat kan lopen, zeg maar. Dat kan in Nederland, want dat is de rechtsgang. Ik bedoel, daar kan je weinig aan veranderen. Het is misschien van die meneer zelf niet zo verstandig om hem hier terug te keren. Ja, ik vind het straks, dan doet die man wel wat. En dan is het weer zoveel gezeur dat er wel iets is gebeurd. Maar dat is dan eigenlijk ook gewoon hun eigen schuld dat ze hem zeg maar niet vast hebben gehouden. De actie van Voorpost zal weinig veranderen aan de huidige situatie. De verdachte man blijft tot aan het hoge beroep op vrije voeten. Het is hoogst onzeker of Seel Kampen volgt.